Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 7 vanochtend zien we al wat wolkenvelden boven het land hangen. Maar dat is vooral hoge bewolking. Daar zal de zon vandaag nog heel goed doorheen kunnen schijnen. Het wordt dus eigenlijk een behoorlijke zonnige dag vandaag. blijft ook droog. In de middag ontstaan wel wat stapelwolken. Maar zoals gezegd, daar kan de zon ook nog wel prima lang schijnen. Het wordt uiteindelijk 23 of 24 graden in het noorden en 25 tot 28 graden in het midden en zuiden van het land... En dat alles bij een matige wind uit het oosten, waardoor het ook op de stranden nog prima toeven is. Vanavond blijft het ook nog lang warm bij een meest matige oostelijke wind. En nog steeds ook wel veel zonneschijn tot de zon ondergaat, uiteraard. Morgenochtend, ook weer zonnige periode. De temperatuur gaat dan snel omhoog naar 29 tot 32 graden. Maar later in de middag en de avond, volgende vanuit het zuiden, een aantal stevige regen en onweersbuien. In de nacht naar donderdag en donderdag overdag kunnen ook nog een paar buien vallen en dan is het duidelijk afgekoeld naar een graad of 23. Vrijdag blijft het overwegend droog en is er geregeld zon. Zaterdag kan weer een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur blijft rond de 23 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.